Beste vrienden, we hebben verbinding met Deventer. Ja, met Go Ahead Eagles. En daar zien we hem zitten. De chef van de Go Ahead Eagles. Kees van Wonderen. Kees. Ja, Harry, welkom. Is het met je, man? Welkom in de Adelaarshorst. Ja! Is dit jouw kamer? Is dit, Nee, ik ben even in een kamer hiernaast gaan zitten. Hier zitten normaal de data-analysten, zo heet dat. Ja. Oh, kijk, hij gaat ons even rondleiden. Ja, hier zitten de data-analysten. Ja, goed zo. Ja. Hier achter bord staan dan wat grafieken en schema's op. Oké. Dus die zitten hier dan rustig te werken. Oké, nou goed zo. En jij bent vanaf dit seizoen ben jij de baas daar, hè? Nou, de baas. Ik ben... Natuurlijk. Ja, ik mag iets vinden over hoe we en met wie we het beste kunnen spelen. En Go Ahead is... ik noem het Feyenoord in het klein. Het is een volksclub. Ja. Mensen willen graag, dus er zijn verwachtingen hier. Zijn direct, dus als ze niet tevreden zijn, laat ze het weten. En dan zeggen ze ja, ook, een enorme achterban, hè? Ik bedoel, trouw tot in de dood, Coët, noem het dan, Vetkampstraat. Ja, dat heeft wel wat natuurlijk, hè? Zeker, het is jammer natuurlijk dat de mensen niet in het stadion kunnen. Dus dat je de echte binding heb ik nog niet gehad hier met echte... Oh, met de aanhang nog niet, nee. Nee, met vol stadion. Ja. Dat is het mooiste eigenlijk om hier te beleven. Ja, jullie krijgen ineens corona binnen. Huppatee, die kwam ineens op bezoek. Hoeveel spelers mis jij nu in je eerste elftal, in jouw elftal? Hoeveel man kunnen er nu niet spelen? Nou, op dit moment zijn het er 9. Wauw! Dus dan kom je gewoon met een jeugdelftal of zo, kom je aan. Met andere namen, ja. Het komt even vervelend uit voor Go Ahead Eagles. Even vervelend uit, ja. Dat is, ja, zo heet dat. Liever niet. Ja. Hoe ga je tot nu toe in het seizoen? Het is een beetje op en neer. Het gaat een beetje, ja, dan weer wel, dan weer niet. Soms ben je in uitwedstrijden heel goed. Dan is het weer even helemaal niks. Wat moeten we ervan maken van die Go Ahead Eagles? Weet je wat het is? Wij doen het heel goed dit jaar op kunstgras. Ah, dat is hem. Ja. Wij hebben alle wedstrijden gewonnen. Ja. Uitwedstrijden, want wij spelen zelf op gras. Ja. 1 gelijk gespeeld tegen Volendam. Was 0-0. En de rest hebben we allemaal gewonnen. Maar waarom zijn jullie goed op kunstgras? Ja. Wat is dat? Zijn jullie zaalvoetballers of zo? Ik denk dat wij spelers hebben die zich lekker voelen op kunstgras. Dat maak ik uit. Ik weet het ook. Ja, zeg. Nou ja. Ja. Jongen, dus elke club die kunstgras heeft... Die moet ontzettend uitkijken als jullie komen. Ja, die moet oppassen als ze tegen ons spelen. Dat is, ja. Moet Kees van Wonderen uiteindelijk niet naar Feyenoord? Ja. Kijk dat gezicht van die van Wonderen nou. Die denkt nou bij zichzelf, wat begin jij nou aan? Maar dat is wel deze, zo, Kees. De vraag had ik wel verwacht. Hallo. Maar ja. Heb je het nergens gelezen? Heb je het nergens gehoord? Nou, niet zoveel. Jawel. De echte Feyenoorden, die vinden dat de echte Feyenoorden zoals jij, die willen ze graag daar zien. Ik snap wel de vragen. Je hebt natuurlijk bij Feyenoord gespeeld en ik heb daar ik weet hoe het daar ruilt en zelt en hoe het is. Maar dat wil voor mij nog niet zeggen dat het dan ook een uitgemaakte zaak is dat je dan altijd bij je oude clubs terechtkomt. Ik heb ook bij Twente gewerkt, 8 jaar. Ja. Daar heb ik niet gespeeld te spelen. En dat vind ik ook leuk. Ja. Ook niet bij Go Ahead gespeeld. En bij de KNVB. Dus andere omgevingen. En andere mensen. Ja, vind ik ook leuk. Oh, dus het is geen zekerheidje dat jij naar Feyenoord zou gaan. Nee, helemaal niet. Helemaal? Nee, juist niet. Nee, het is ook goed om andere omgevingen. Ja, nou ja, goed. Ik ben een beetje verrast met het antwoord. Maar dat... Hetzelfde als met jou, Harry. Jij gaat ook je gang daar waar je denkt. Het past bij mij. En dat vind ik leuk. Oh, ja. Nou, dat klinkt goed. Toch? Goed. Ja, nou dan even niet, geen Feyenoord. Luister even goed. Iets anders is, wat ga jij tegen de aanhang van Go Ahead Eagles zeggen? Wat ga ik zeggen? We gaan kijk die mensen aan, kijk ze recht aan en spreek ze bemoedigend toe. We gaan keihard strijden om te promoveren. Kijk. Is nou eens dik, daar hebben ze wat aan. Alleen, ja. We moeten wel wat geduld hebben. Oh. We hebben wat tijd nodig met deze groep. Ja, oké. Okay. Dat komt er dan wel even bij.
Ja, dat komt er wel bij. Ja, beste vrienden supporters, dat komt er dan wel in. Is dan even een kleine maar, hè, erachteraan. Ja. We hebben wel te maken met ploegen in onze, die boven ons staan. Die hebben net even wat meer geld op de bank of te besteden. Oh, is dat hem? Dan gaan ze rechtop zitten. Gaan ze een beetje rechtop zitten. En kijk gewoon recht in die lens. En dan vraag ik aan jou. Ga jij promoveren, ja of nee? Ja. Ja. Ja, en dan gaan we weer. Dan gaan vrienden aanhangen. Ik doe mijn best. Hè. Dat zie je. Ik probeer er alles uit te halen. Maar Kees. Ja. Ja. We gaan er alles aan doen. Meer kan ik niet zeggen. Ik vind dat een club als Go Ahead hoort eigenlijk gewoon in de Eredivisie. Punt. Ja. Ja. En dat moet jij gaan regelen. Jij moet daarvoor gaan zorgen. Ja, kijk, wij zijn weer. Dan krijg je die grijns weer. Ja, nou ja, jongens. Kijk nou wat er gebeurt. Ja, ik zie het. Weet je waarom ik moet lachen? Ik zie het beeld wel voor me. Wat je schetst. Ik zie het ook voor me hier. Dat het, daar hoort die club ook. Alleen, ja, het moet wel klaar zijn, realistisch zijn. Dan spreken we dit af. Dat jij dit jaar zet jij de boel helemaal naar je hand. Zoals jij wil dat je gaat spelen. En dan ga je het volgend seizoen promoveren. Dan koppen we hem in. Oké. Spreken we dat dan af? Dan gaan we nog meer ons best doen. Ja, dat gaan we, daar gaan we weer. Nee. Hallo, dan geef ik je een heel seizoen erbij. Ja. Dan krijg je zo'n cadeau van me. Ja. Spreken we dat af? Ja. Laten we daar op inzetten, Harry. Nou, vrienden, ik heb alles eraan gedaan, hè? Daar in Deventer en omstreken. Jullie hebben het gezien, hè? Ik ben werkelijk diep gegaan om de trainer te laten zeggen: we promoveren, maar het gaat niet gebeuren vandaag. Dat ik het zeg, nee. Nee, jij gaat het niet zeggen, nee. Nee, ik ben voorzichtig. Dan spreken we het als volgt af. We gaan het weer anders afspreken. Ja. Kees, let op. Ja. Jij mag niet eerder weg bij Go Ahead Eagles dan dat je ze naar de Eredivisie hebt gebracht. Ah, dat is een goede afspraak. Kijk. Dat is een goede afspraak. Oh, dat kunnen we afspreken. Dat is wel mijn volste overtuiging om dat te doen. Ja, zo wil je het doen. Ja. Jongens in Deventer, jullie hebben gewoon een hele goede trainer. Dus maak je geen zorgen. Hij gaat er alles aan doen en hij gaat het regelen. Let op. Juist. Nou, dat vind ik een goede afsluiting. Ja. Daar sluiten we mee af. Een mooie afsluiting en een mooie samenvatting. Hey, ik wens jou heel veel succes. En heel veel plezier bij die mooie club. Dankjewel. En kom op. Volgend jaar niet. Jaar erop. Dan zie ik jou in de Eredivisie. Ja, en zo gauw als kan ben jij aanwezig hier in Deventer. En ik kom een keer bij jullie kijken. Ja. Tuurlijk. Hebben goed. Kijken we naar uit. Bye bye. Harry, tot gauw. Dag. Hoi.